Ik ben Jeremy van de Wetering. Ik ben van klas TB3B. Ik wil graag vertellen over de cabaret die ik 24 september heb gezien over, over de Zeven Sloten. Ik wil beginnen met de acteur. Ik vond dat hij erg goed speelde. Je zag ook echt dat hij zijn best deed om de karakters die hij speelde goed te spelen. En ik vond het goed dat hij, ook zelf heel erg in zijn rol zat. En dat hij het voor iedereen een beetje leuk maakte om op te treden voor heel de groep. Wel, ik vond over de discussie vond ik nogal een beetje saai en ook al een beetje lang, omdat ik eerlijk gezegd vond ik het eigenlijk helemaal niet zo boeiend allemaal. Ik vond ook over de inhoud, de drie karakters, interessant. Hoe ze speelden en hoe ze allemaal de eigen karaktereigenschappen hadden. En ik vond het ook interessant hoe, hoe een cabaret precies allemaal werkt. Ik vond het ook allemaal best wel leerzaam, maar ik heb eigenlijk nooit echt een cabaret, ben ik nooit echt zelf bij geweest. Ik heb het ooit wel eens een keer gezien op tv, misschien Tineke Schouten heb ik wel eens ooit een keer gezien op tv, of Jochem Meijer. Maar om echt te zeggen ik ben er ooit een keer zelf geweest, nee, eigenlijk niet. Wel, dit was het eigenlijk. Dit was mijn videoverslag. Bedankt voor het kijken.